Er is een hevige strijd gestreden in het Haagse Zuiderpark. Het ging dan ook om niets meer of minder dan het voetbalkampioenschap van Nederland. Het onrustbarende drankmisbruik rond wedstrijden op zondagmiddag. Dat was de reden om een nieuwe voetbalclub op te richten. De Apeldoornse geheel onthouders voetbalvereniging AGOVV. Omdat de leden van de blauwe knoop waren, speelden ze in het blauw en werden ook al snel de blauwe genoemd. En het Haagse ADO en Apeldoornse AGOVV betwisten elkaar den titel. De betekenis van de afkorting verandert snel met de blauwe principes als talentvolle spelers worden betrapt op het lepelen van een glaasje advocaat. Vanaf dan staan de letters voor alleen gezamenlijk oefenen voert verder. In 1971 valt voorlopig het doek als de KNVB de club wegsaneert. Duizenden supporters dragen het betaald voetbal in Apeldoorn ten graven. Bijna 30 jaar later wordt in 2003 het betaald voetbal in Apeldoorn nieuw leven ingeblazen. Dit is de licentie. Dit is wat Apeldoorn nu gekregen heeft. Betaald voetbal is terug. Maar financieel blijft het tobben. In 2007 en 2010 ontsnapt de club aan een faillissement. In 2012 doemt dit onheil opnieuw in alle hevigheid op. En dat vlak voor de viering van het 100-jarig jubileum van de Blauwe. Het jubileumbiertje dat speciaal voor de club van geheel onthouders is gebrouwen, kan nu gebruikt worden om het verdriet te verdrinken.